Een hallo daar mensen van Dus David Games. Ik ben Kees en ik heb konijnenhoortjes op. En welkom bij Kees Vlog nummer 8, denk ik. Dus dat moeilijk, oké? Okay? Voordat ik deze video start wil ik eerst even vragen om een duimpje omhoog, want het wordt altijd gewaardeerd. In deze vlog ga ik het onderwerp bespreken over een nieuwe game. Het onderwerp van deze vlog, Phoenix Wright vs Professor Layton voor de 3DS. Dit gaat geen echte review worden, maar meer wat ik van de game vind. Verder een review, als je dat wilt, kan je in deze dagen op mijn eigen kanaal verwachten. Maar ik wou gewoon even vertellen wat ik van die game vind. Oké, Phoenix Wright vs Professor Layton. Ik heb de game sinds, wat zal het zijn, maandag of zo, vorige week. En ik vind de game eerlijk waar een masterpiece. Hij is voor jullie sinds vrijdag uit en ik had hem wat eerder. En ik moet zeggen, bijna fan van Layton. Bijna fan van Phoenix Wright. Heb je er nog bijna nooit van gehoord? Koop de game. Hij is zo fucking goed. Ik meen het serieus. Ik heb de game gespeeld. Ik vind de gameplay awesome. Ik heb nog nooit Phoenix Wright gespeeld. Ik heb wel Professor Layton gespeeld. En Professor Layton vond ik al awesome vanwege. Ik vind puzzels oplossen heel erg leuk. En Phoenix Wright is een soort van hetzelfde categorie game als Layton. Kijk, bij Layton los je puzzels op. Bij Phoenix Wright is het meer, je zit in een soort van rechtszaal. Je moet iemand verdedigen en ervoor zorgen dat hij niet gearresteerd wordt. Je bent, laten we zeggen, de defendant. En daar moet je dan allemaal bewijsstukken voor hebben. En het is echt een combinatie tussen die twee spellen. Ene keer moet je allemaal puzzels oplossen. Andere keer moet je in een courtroom, een rechtszaal, moet jij je klant verdedigen. En in deze game zit ook echt een fantastisch verhaal. Ik meen het serieus. Het is, voor mijn gevoel, de beste Layton game ever. Ja, dat was eigenlijk wel een beetje waar ik het in deze vlog over wil hebben. Dat was een beetje kort, maar ik heb gewoon wel kwijt wat ik kwijt wou. Jullie moeten ook weten, ik ben een heel erg Professor Layton fan. Ik vind het echt awesome. Ja. Wil je nog verdere dingen weten over deze game? Check dan mijn kanaal. Gekezen, zit eronder in de beschrijving. Tja. Dus mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Plaats een reactie wat jij als volgende onderwerp wil hebben. Vergeet ook niet de video te liken en te delen met je vrienden. En dan check ik jullie later. Later gasten.